Arends. Van Dijk. Ruimte is er heel veel voor Mike Arends. Goed aan de binnenkant gespeeld. Nu dan doorzetten. 16 in. Afwerken. Jammer. Onder het geraas van de muziek, die net even iets te hard staat, komen de spelers het veld op. En de wedstrijd is begonnen. HBC in balbezit. Rick Dekker, die is de bal daar even kwijt. Basiel Kamara moet uitstappen. Dit wordt de eerste schot van HBC, wat naast de goal gaat. De goede corner. Basiel Kamara op de paal. Eerst was het Nicky van Hilton. Nu zorgen dat die omschakeling eruit haalt. Hou maar even in de ploeg. Ruimte is er aan de andere kant. Ja, de start van Sam de Wit. Van Otterlo, goed storend werk. Otterlo actief in de openingsfase in die eerste kwartier. Nu Rick Dekker. Rick Dekker gaat nog even naar Nicky van Hilton, maar die is niet goed. Slordig momentje, kans voor een omschakeling in de rug van Sam de Wit. Is het de spits die een keer gaat afwerken. En dat is lang niet gek. Een metertje naast de goal van Jan van Willigen. Wel, nou ja, ook... hij zat er goed bij, laten we het zo zeggen. Als hij in het bereik van hem was geweest, dan had hij er denk ik wel bij gekund. Arends. Van Dijk. Ruimte is er heel veel voor Mike Arends. Goed aan de binnenkant gespeeld. Nu dan doorzetten. 16 in. Afwerken. Jammer. Derde goede kans nu. Mike Arends. Hij schoot op zich wel hard en doelgericht. Ja, absoluut. Metertje te hoog. Hele mooie aanval. Nicky van Hilton. We zijn toch alweer een minuutje of 36 bezig. Stand nog steeds 0-0. Dat is duidelijk. Goeie bal. Prachtige bal. Mike Arends. Van Otterlo. Nee. Jannik Bouw. Nee. Roland Baas helemaal door. Gaat hij hem weer voorslingeren naar Jannik Bouw? Nee, die bal is in het niemandsland. Van Altena. Zo in de voetjes bij Kamara. Weer veel mensen voor de bal. Ja, Maarten van Dijk houdt de controle daar op die plek. Goed gedaan, Jannik Bouw. Jannik Bouw naar Nicky van Hilton. Een keer proberen. Jammer, Nicky. DVS wordt wel iets sterker. Ja. Beeld van de laatste weken ook. De tweede helft vaak nog wel iets beter is dan de eerste helft. Ja, vooral zeker. Als we veel de bal gehad hebben. Tegenstander ook wat minder wordt. Oeh, dit is mooi. Hoogstandje. Goeie bal ook. Zet gelijk een van de middenvelders aan de gang. Hij wilde hem denk ik gewoon vrij maken voor zijn rechterbeen. Maar dat lukte niet. Nu wel even opletten nog. Ja, weer van Otterlo. Heel goed werk van Ian van Otterlo. En trouwens, zoals Basiel Kamara ook terugkwam. Dat was toch te imponerend voor de aanvaller in dit geval. Nou, Roemayon! Ja, dat is hem weer! Benjamin Roemayon! Weer vlak voor rust. Ja, van mij mag je dat heel vaak herhalen. Vlak voor rust. Nee, dit schot was doelman Bram Verhagen te machtig. Zo vlak voor de rust is een goed uitgespeelde opzet van DVS. En Roemayon die aan de binnenkant voorbij van zijn directe tegenstander. En weet vervolgens de trekker over te halen en DVS op een 1-0 voorsprong te zetten. En hij nu een lange bal opletten. Nicky van der Hilton. Achteraan opletten. Opletten. Bal in de... Hoe goede actie hoor. Mag nog verder van de scheids. Goede actie van Jan van Willigen. Bal is nog steeds in
de 16 meter. Opletten, dichtlopen. Oeh, nou, even zweten zo. Dat is de grootste mogelijkheid van HBC. Tweede helft is begonnen. Maarten van Dijk naar Rick Dekker. Roemejon. Gelijk een mooie paas. Ian van Otterlo gaat gelijk diep. Ian tikt even terug. Roemejon. Voorzet. Maar in de handen van de keeper. Rick Dekker vindt Roemejon. Nou, daar ligt wat ruimte achter. Maar even terug via Ian van Otterlo. Roland Baas. Roland Baas geeft hem toch. Scheids laat het, of grensrechter laat de vlag naar beneden. Roemejon, dubbele dekking van Otterlo in de 16. Eens kijken, hij kan er gewoon langs. Dus goal. Ja, hoor. Ian van Otterlo. Met zijn eerste doelpunt voor DVS 33. Wat doet hij dat slim. Van Otterlo met zijn eerste doelpunt dus voor DVS. Mooie lichaamsschijnbeweging. Maar nu ook weer even opletten voor DVS. Camara met een reglementaire ingreep. Roemejon in de overname. Nou, kan die daar nog bij? Ja, dat lukt hem wel. Maar hij is ook wel weer een beetje bijgehaald. Geen overtreding, kan verder. Roemejon, verre hoek. Aan de reacties van het publiek te horen hadden ze er iets meer van gehoopt. Razendsnel. En in de afronding, nou ja, jammer. Maar speelt een prima pot, onze Benjamin Roemejon. Nou, DVS weer. Roemejon. Ja. Rick Dekker, Maart van Dijk, Nicky van Hilten. Die zal nog wel een keer proberen om te schieten hoor. Ja, Roemejon. Komt net niet aan dat tikkie. Oh, oh, oh. Wat een prachtige sliding. Wat mooi hersteld. En dat. Oh, Mike Arends. Oh, lekker. Ik had het al over die fluwelen trap van Mike Arends. Nou, dit was fluweel. Credits naar Roemejon, die het balverlies van Nick van Hilten, of eigenlijk van zichzelf misschien wel, herstelde. En Mike Arends de mogelijkheid bood om zijn mooie linkerpootje tegen die bal aan te zetten. En 3-0 voor DVS. Ja, dat is heel erg lekker. We gaan winnen van HBC, daar durf ik nu wel geld op in te zetten. Als dit de eindstand zou zijn, dan kun je stellen dat DVS 33 een prima begin heeft in deze competitie. Zeker. 3 wedstrijden, 9 punten. Ja, dat is luxe, Piet. Beter dat kan het niet. Ja. Nee, zeker. En, we gaan dus naar Urk, daarna gaan we naar Dovo. Daarna spelen we uit mijn hoofd thuis tegen Sparta Nijkerk en uit naar Sportlust. Dus het programma. Wordt wel pittig de komende weken, maar dan is het wel lekker dat je al 9 puntjes hebt. Ja, precies. Torino Hunten zal er wel opkomen voor hem. Opletten. Ja, nou, doelpunt. Ja hoor. Daar is hij dan toch. Arno Dijkstra. Dat kan die. En dat nou, blijkt. Hunten. Dat lukt hem. Kan het nog een keer. Zou leuk zijn. Slotakkoord. Nog 2 minuten. Al dus de klok van de scheids, denk ik. Bal ja, net niet goed. Daar stond priem. Roland Baas ook een hele goede wedstrijd. Speelt eigenlijk al 3 weken achter elkaar. Gewoon meer dan prima. Krijgt een kans op een assist. Bal net niet bij Nijland.
Bal gaat naar de scheids, want we zijn klaar hier in Ermelo. En we hebben 3 punten en 3-1 gewonnen van de HBC. Dankjewel voor het kijken van deze stream. En ja, volgende week dus uit naar Urk. En op dinsdag tegen OJC Rosmalen. Een fijn weekend.